Ondertussen bezoek gekregen van uh, Tinnenbusgaard uit Ruselare en haar dochter Lilith, Acht jaar. Welkom. Hallo. Ja, jij kan iets wat ik niet kan. En dat is smog. Vertel eerst eens wat is dat? Da dat is zo. Sommige kinderen kunnen niet spreken of later spreken. En dan kunnen ze met hun handen tonen wat dat ze willen. Ja, dat is een soort gebarentaal, smog. Niet te verwarren met het smogalarm, Tine, voor wat staat het? Spreken met ondersteuning van gebaren. Ja, is dat dezelfde gebarentaal als... De gebarentaal. De gebarentaal? Nee, de Vlaamse gebarentaal, dat is eigenlijk bedoeld voor mensen met, ja, dove mensen, gehoorproblemen. Die is veel wijder, veel groter, daar zit grammatica in enzovoort. Wij, de smog, wij ondersteunen kernwoorden in zinnen. We hebben geen grammatica en dat soort dingen. Mm het -hmm. is veel beperkter eigenlijk. Ja. Ligit, waarom heb je dat geleerd? Dat is omdat mijn broer het syndroom van Down heeft en, en hij moet met gebaren spreken, omdat wij het anders niet kunnen verstaan. Ja, je broer, dat is Ernest. Uh, Tine, hoe belangrijk is die gebarentaal voor je zoon? Uh, enorm belangrijk. Die uh, twee jaar geleden deed eigenlijk niets anders meer dan roepen en tieren en gefrustreerd zijn. Um, Hoe oud was hij toen? Toen was hij drie. Hmm. Um, en toen was het eigenlijk onze thuisbegeleiding die zei van, ja, hij wil communiceren en ik kan het niet, want hij praat niet. En eigenlijk zijn we toen vrij snel met logopedie begonnen voor hem, waar hij die gebaren kon leren. En op minder dan een maand hadden we een andere zoon. En Lilith heeft dat ook meteen geleerd dan? Ja. Lilith heeft dat eigenlijk samen met hem stilletjes aan ook beginnen leren. Dus ja. dat was heel tof. En het resultaat kan je zien in een heel plezant en ook wel heel koddig filmpje. dat jullie gemaakt hebben. staat ook op onze Facebookpagina. met Ernest en Lilith in de hoofdrol. Want jullie hebben een website gemaakt om smog bekender te maken. Was daar nood aan, Tine? Absoluut. Ja. Dat is, uh, ja, mensen volgen cursussen. en dan kun je dus smog. Maar daar, daarbuiten, ja, dat is echt veel te weinig gekend. En eigenlijk begonnen wij eraan voor onze eigen uh, entourage, als ik dat zo mag noemen. Grootouders en alle mensen in onze omgeving die Ernest van alles zien doen met zijn handen en dan eigenlijk echt niet weten van wat is dat hier. En die ook omgekeerd ook niets aan hem konden duidelijk maken. Uh, dat was zo'n beetje ons eerste idee van we maken een, een website waar al onze vrienden en familie enzovoort op terecht kunnen. Ja. Maar ja, de, het, het wordt groter dan dat en het verspreidt zich en het groeit. En ja, het is groter dan dat aan het worden, ja. heel duidelijk was. En hoe werkt dan. die website? De website is onderverdeeld in categorieën. Dus stel dat je het gebaar voor vogel wil, dan klik je op de knop dieren. En dan staan daar heel veel dieren. En dan kun je zoeken naar vogel, daar klik je op. En dan zie je Lilith. Die het voortont. Ik vind het een heel leuke manier om het aan te leren. Het, het is wel plezant. Je bent wel nieuwsgierig naar al die uh, gebaren. En zo leren we allemaal een beetje smog. Maar denk ik wel, ik, had zo, ik dacht, ah, waar staat dat woord? En, en dit woord wil ik ook nog wel weten. Is dat ook een reactie die je krijgt? Ja. ja welke woordjes willen ze dan nog leren? De kleuren. Ah ja, de kleuren. De, ja, heel belangrijk eigenlijk wel. Ja, de kleuren die moet je er nog op zetten. Ja. Zeg eens rood, hoe is dat? Um, met je wijsvinger zo over je lip gaan, je onderlip. Ah, zo rood. Ja. Oh, ja. En wacht, warm? Warm, jawel, ik heb dat gezien. Ja. Dat is zoals je het... Zo, hè? Ja, zo warm. Met je hand... Je voorhoofd wrijven. Over je voorhoofd wrijven. Ja. Auto, is dat sturen? Ja, dat is het stuur bewegen. En dit, zoals je... Ja, zo handjes draaien. Dat is dan spelen, hè? Ja, dat is spelen. Ja. Ja, ik kan het al een beetje. Ja, heel goed, heel goed. Ja, nog wel wat werk aan de winkel hè, mama? Ja, we zijn nog absoluut niet klaar. Um, ik denk dat er nu 120 ongeveer gebaren online staan. De basiswoordenschat is eigenlijk 500 woorden. Dus we hebben nog wel uh, een aantal mm. filmsessies voor de boeg. En dan zijn er ja, ook wel altijd nog een aantal extra woorden die in de loop van de tijd erbij zijn gekomen. Dus we zijn nog een tijdje bezig. Ik wens jullie er heel veel succes mee. Dank u. Dank u. Wacht, dat is zo tikken met je hand tegen je kin en dan naar ja. voren. Ja. Dank u wel om te komen. Ja. En alle gebaren die jullie tot nu toe al hebben opgenomen, vind je op de website smochtjemee.be Radio 2 West-Vlaanderen. Ja, Met Margot de Rijke.